Hallo, ik ben Stella Brummelhuis en ik ben 9 jaar. Ik woon op een boerderij. Dat vind ik heel leuk, want we hebben hier heel veel dieren, zoals deze lieve hond. En mijn opa, nee, de opa van mijn vader, die heeft in deze oude boerderij gewoond. En nou, en dit is dus de oude stal. En ja, ik vind hem wel mooi. Van buiten ziet hij er oud uit, maar van binnen is hij gloednieuw. Pas is die nog helemaal make-over gekregen. Dat heeft hij gekregen, omdat hij er gewoon niet zo heel mooi meer uitzag. Maar nu zijn er allemaal splinternieuwe hokken. En we hebben ook een nieuwe stal. Die is ook een jaar geleden of zo gebouwd. Ga ik jullie nu brengen. Nou, mijn vader en mijn opa hebben deze mooie nieuwe stal zelf ontworpen. En ze hebben het zo ontworpen. Als je hier komt lopen of met de fiets of zo, ga je hier door deze ramen naar binnen kijken. Er zijn heel vaak hele leuke biggetjes, maar nu zijn ze al een beetje groot en je kan ze niet heel goed zien. Dit zijn informatieborden en daar kun je op kijken. En, ja, we hebben er 3 van. Daar kan je heel mooi op kijken en dan vermaak je wel even mee. Dit is de nieuwe stal van voren. Hij is heel mooi. En die 6 ramen die je er boven ziet, dat zijn de ramen van de skybox. En daar ga ik jullie nu mee naartoe nemen. Nu naar boven. Het is hier zoals je ziet heel groot. En mijn moeder geeft hier de kaartjes en die legt mensen wat uit. Zodat de mensen hier zitten. En hier kunnen we naar de lucht kijken. Ik doe eventjes dicht gedaan. Hier. En daar hebben ze ook de ruimte voor, want ze passen als er biggetjes zijn met hun moeder in het hok. En ook als er grotere biggen zijn zonder hun moeder in het hok.